Op de heuvel in het centrum van Os was donderdagavond de officiële opening van het Winterhuis. Het is een houten paviljoen van 20 bij 10 meter dat tot 5 januari moet dienen als ontmoetingsplek en trekpleister. Geen ijsbaan dit jaar, zoals de afgelopen jaren bij Winterland, maar wel een uitgebreid aanbod aan activiteiten, zowel 's middags als 's avonds. Veel muzikale optredens staan er gepland en dat was meteen bij de opening ook al te merken toen de mid-60s herleefde. Ook de kerstmannen en vrouwen die aan een speciaal hardloop-evenement hadden meegedaan, kwamen een kijkje nemen. In zijn openingswoordje dankte centrummanager Jacques van Lieshout de ondernemers in het centrum die het Winterhuis mede mogelijk hebben gemaakt. De komende 2 weken kunt u weer terecht voor onder meer presentaties, proeverijen, wedstrijden, muziek, kindervermaak, modeshows en dans.